Breda Nu. Je weet het meteen. Schulden worden afbetaald, nieuwe kleren worden gekocht en het huis wordt schoongemaakt. Zo begint voor de Chinezen het nieuwe jaar. Breda heeft, na eerder in 2010, dit jaar weer de eer om namens de provincie Brabant het nieuwe jaar voor de Brabantse Chinezen in te luiden. Chinese nieuwjaar, dat is een traditie van ons. Dat zitten wij in de wortel. Dus daar zo gegroeid. Hè? Dus daar sowieso wij vieren iedere jaar Chinese nieuwjaar. Maar Nederlands nieuwjaar, dat doen we ook. De Chinese mensen. Die zijn motiveren. Ze willen graag een zaak doen, ze willen geld verdienen. Ja, daarom ze kijken de kans, die pakken de kans. Ja, dat is het betekende. Ja. Leo dansen en dat is gewoon ja, ik denk een mooie zangeres, instrumenten, allemaal mooie liedjes van onze Chinese traditie om te horen. Hè. Regering natuurlijk doet het iets minder snel. Ja, iets minder, maar toch vergelijk met Nederland, zij doet het heel snel. Want ze hebben de centraal macht. Hè. Die zeggen, we maken de beslissing. Gaan we gewoon doen. Dat is heel snel. Okay. Democratie, meer. Ze moeten praten. Dat is het verschil. Dus eigenlijk komt u de democratie een beetje doorbreken. Ja. 400 Chinese Brabanders genoten in het Chassé-theater van zang, dans, muziek en acrobatiek. En dat alles met de inzet om de handelsbetrekkingen extra glans te geven. Waarom is het zo belangrijk dat die relatie met de overheid goed is om handelsbetrekking met China aan te gaan? Ja, nou weet je, als je naar Amerika gaat, hoef je als overheid echt niet mee. Daar gaan bedrijven zelf op pad. Daar een enkele uitzondering daar gelaten, is dat niet belangrijk. In China is het eigenlijk nog steeds zo dat je zonder de overheid kom je nergens. En dan gaat de Chinese overheid toch gauw contact zoeken met de collega-overheid. En dan is het mooi om te zien dat wij niet alleen af en toe daar naartoe gaan met ondernemers die daar hun kansen pakken. Maar dat ook heel veel missies hier komen. Hè. Laatst nog bij het Brabantse Delta Waterschap. De dijkgraaf mevrouw Monen heeft 14 dagen lang een hele grote delegatie op bezoek gehad. Die alleen maar zijn geïnteresseerd in waterzuivering en energiewinning. Nou, dat zijn toevallig producten waar wij goed in zijn. En waar de Chinese overheid enorm veel behoefte aan heeft. Dat is eigenlijk een hele grote eer, want we staan op een bijzondere lijst. Ze vliegen gewoon, dat heeft u vanavond kunnen zien, een hoogstaande groep theatermakers in. Dat doen ze nu al voor het zoveelste jaar. Niet alleen de provincie heeft een relatie, al onze steden hebben ook een relatie. Breda met Yangzhou, prachtige oude stad, 2500 jaar oud. En ja, Chinezen koesteren vriendschap, cultuur als voertuig ook om andere dingen met elkaar te kunnen gaan doen. Dus wij Nederlanders hebben nogal eens de neiging om eerst snel over de economie te beginnen. Dat is niet onbelangrijk, houden de Chinezen ook echt van. Maar ik heb wel eens gezegd, Chinezen zijn net Brabanders. Ze houden ook van gezelligheid, van feesten, van cultuur. En het feit dat wij elk jaar in aanmerking komen voor zo'n prachtig theatergezelschap van hoogwaardig niveau, zegt iets over de investering die de Chinezen in die relatie doen. En democratie of geen democratie, handel blijft handel. Ook